Ik merkte dat leerlingen, als zij voor de klas moeten komen, vaak heel zenuwachtig zijn en daardoor soms slechter presteren. En daarvoor ben ik beginnen werken met het systeem van een rode joker en een zwarte joker. Goede joker gebruik ik nu lichaamstaal en zwarte joker oogcontact. Een rode joker die ze mogen inzetten op iets waar ze voor die spreekoefening zeer zeker van zijn. En dan een zwarte joker voor iets waar ze onzeker over zijn. Ik ril of ik bubber. En dan laat ik een rode joker dubbel meetellen en een zwarte joker die laat ik voor die spreekoefening niet meetellen. Leerlingen vertellen mij wel dat ze minder zenuwen hebben. En dat ze langs de andere kant ook bewuster zijn of alerter zijn voor de andere punten waar ze dan wel goed op moeten letten. Dus daarom vind ik het een goed systeem.